Nou, de buggy weer schoon. Ja. Ik zag je kijken naar de, ja, naar de draagarmen achter. Ja. Is er wat mis? Ja, we hadden de laatste 20 kilometer. Toen stond ineens mijn zuur scheef. Ik denk, wat is er aan de hand? En heel onstabiel. En ja, we hadden al twee banden lek gehad. Eentje al in de eerste 100 kilometer. En toen ook weer een tweede. En toen moesten we eigenlijk nog... Ja, ik schat nog een 120 of denk misschien nog wel 150 kilometer. En ja, we hadden geen band meer. En ik denk, ja, nou, als de band lek is, we rijden maar zo ver mogelijk op die band. Maar het was de band niet, het was de as. En toen zijn we dus toch de proef uitgereden. Om 20 kilometer mee kunnen rijden. En na de proef hebben we dat zangetje hadden wij al reserve bij. We hebben eigenlijk zo goed als alle onderdelen bij. Want daarvoor is hij ook zo zwaar. Maar ja, goed, je kunt het wel maken. Dus we hebben even een ander stangetje erin gezet na de finish en toen konden we weer door. En dan was het weer 110 kilometer terug, maar toen hebben we nog even gaan zoeken naar een wasplek. Maar ja, die wasplekken hier, die heel veel van die automatische wat je bij ons hebt. Maar ja, dat wordt een beetje lastig. Ja, daar kun je niet in blijven zitten, want dan is alles zeikenat. Dus we hebben toch even moeten zoeken tot we ergens gewoon een kerk gevonden. Ja. En dat hebben we gevonden. En er waren ook trouwens een paar andere dakkermensen die waren daar een auto aan het poetsen. En dan hebben we even netjes schoongemaakt. Dan kunnen de monteurs ook weer netjes werken aan de auto. Tevreden over vandaag? Ja, ik ben tevreden. Wij hebben, ja, ik weet niet wat de tijd precies wordt. Maar we waren 29 van 29ste binnen. Dus ja, dat is gewoon netjes. En hebben we eigenlijk al de laatste 150, 200, ik weet niet precies. Maar in ieder geval toen die twee banden lek waren, toen durfde ik niet meer, we hebben heel veel stenen gehad. Dan durfde ik niet meer te rijden. Verstandig. Dat hebben we echt rustig aan gedaan. Ik denk, ja, nou, als we lek rijden, kunnen we nog wel een band lenen. Ja, dom van mij, we hebben die Lunkel uitgeleend aan iemand. En eigenlijk had ik hem moeten ruilen voor een band. Maar op dat moment denk je daar niet aan. Ja, want gisteren hadden wij Mitchell van der Brink nog geholpen met een half litertje remolie. Daar zijn we ook voor gestopt. Ik dacht, tijd krijg je terug. Nee, tijd krijg je alleen terug als iemand... Noodgevallen. Medisch. Ja. Maar goed, onze tijd is niet zo heel belangrijk, dus als we iemand kunnen helpen, doen we dat.